Chocolade, een potje jam en nog ander lekkers. Dat zijn de ingrediënten voor het borrelplankje voor ouderen. Gemaakt door kinderen, vorige week in de bibliotheek in Zwijndrecht. Nou, het project, we werken samen met Gids. En Gids is een project van Zwijndrecht en staat voor gezond in de stad. En voor Zwijndrecht is het dan eigenlijk een dorp. Dus, en deze mensen, dus gezond in de stad, dat valt weer onder Vivera. En dat zijn de wijkverpleegkundigen die een groep senioren onder zich hebben. En daar worden deze pakketjes aan uitgedeeld. Vandaag op de Maakplaats in de bibliotheek aanzet. En de Maakplaats is een plek voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Waarbij wij activiteiten organiseren die de creativiteit en de basisvaardigheden stimuleren, zoals taal. En, maar ook een stukje sociale bewustzijn. En net als vandaag zijn we dus aan het knutselen met onze eerder gemaakte borrelplankjes. Om ze later in de maand uit te delen aan een groep bijzondere mensen in Zwijndrecht. Waarom dacht je van, joh, dit is een goed idee, dit gaan we doen? Waar komt dat vandaan? Dat komt vandaan dat wij eerder niet wisten dat er toch wel een grote groep mensen zijn die best wel eenzaam zijn. En tijdens de vergadering kwam dit ter sprake. Dus zodoende dachten wij, als wij voor onszelf knutselen, kunnen wij ook voor een ander knutselen.